Goedenavond allemaal. Het is 19:30. Ik stel voor dat wij beginnen. Welkom bij deze commissievergadering, de dinsdag 7 mei 2019. Mededelingen zijn er niet. En dan kom ik aan de vaststelling van de agenda. Er heeft zich één inspreker gemeld bij agenda punt 10. En bij agenda punt 7 hebben wij gasten, te weten de Rekenkamercommissie. Mijn voorstel zou zijn om agenda 10 aan te laten sluiten op agenda punt 7, zodat daarna ieder die dat wil zijn weegs weer kan gaan. Kan de commissie daarmee instemmen? Ja, akkoord, dan gaan we het zo doen. Dan zal de inspreker bij agenda punt 4 inspreken bij het agenda punt wanneer dat aan de orde is, zoals net afgesproken. En voor agenda punt 5, het vragenuurtje, heeft zich niemand gemeld. Ik weet niet of er nog zaken aan de actualiteit orde van de dag zijn. Ook niet. Nou, dat schiet mooi op. Dan komen we aan agenda punt 6 en dat is het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Dan wijs ik graag op A1, dat is een hele verzameling stukken waar vertrouwelijkheid op rust. Dus als daar wens is om over te spreken, moeten wij daar even wat voor organiseren. Mevrouw Drias. Eigenlijk alleen even een opmerking. Ik hoef het niet te bespreken nu, maar ik heb heel veel zitten lezen waarvan ik achteraf dacht, wat lees ik hier eigenlijk? Ik zou het misschien wel op prijs stellen, ik weet niet of er meer mensen binnen de raad zijn, om daar even separaat hiervan wat meer uitleg over te krijgen. Ik zie dat er her en der geknikt wordt. Ik kijk even richting college. Ja, dat faciliteren we natuurlijk graag. Oké, is daarmee A1 voldoende afgehandeld? Ja, dan gaan we naar A2. Zijn daar vragen of korte opmerkingen over? Ja. Ga de gang, VVD. Ja, dank u wel. Om heel eerlijk te zijn hebben wij ons wel een beetje verbaasd over deze brief. Het betreft een motie van 2018 juli. En wij lezen eigenlijk wel een beetje uit deze brief dat er eigenlijk nu pas een opstart wordt gemaakt met het opstellen van een profielschets voor een subsidiecoördinator. En wanneer het college zoveel ambities heeft die hopelijk uitgevoerd worden in de komende tijd, lijkt het ons toch wel belangrijk dat er een subsidiecoördinator op korte termijn komt. Dank u wel. Dank u wel. Behoefte aan reactie van het college. Kijk even wie portefeuille. Ik denk de heer Bouwmeester. Ja. Ja, ik snap de oproep wel. En natuurlijk nemen die ook wel mee in de verdere overwegingen. We snappen ook de urgentie wel die de raad ook in de motie heeft neergelegd. Maar ja, de subsidiecoördinator blijkt een heel breed etiket te zijn. Dus het is wel goed om in die voorfase toch even benut te hebben om scherper te krijgen wat vooral de aanvullende waarde zou zijn van een dergelijke functionaris. Dus het is niet zo dat er nu pas begonnen wordt met nadenken en gewerkt wordt aan het realiseren van deze functionaliteit. Daar gaat het al wat langer over. Oké, dank u wel. Ik zag de heer Mulder op hetzelfde onderwerp. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk ook dezelfde opmerking. En onze vraag is dus ook of dat nog lukt voor de zomer of de functie ingevuld kan worden. En dan een klein aanvullend vraagje of er ook nog gekeken wordt of dit in BOZ-verband kan gaan plaatsvinden. De bouwmeester. Ja, u duidt al een van de redenen aan waarom het goed is om even de voorverkenning toch wat aandacht te geven. Omdat dit inderdaad een van de varianten, de mogelijke aanvliegroutes is om tot een goede en duurzame en continue invulling te kunnen komen. Ja, Hoedemaker, hetzelfde onderwerp. Ja, tegelijkertijd stond dit ook destijds in het collegevoorstel. Dus ik ga ervan uit dat het college zich hier al eerder op ingesteld had. Dus wat dat betreft sluit ik me wel aan bij de mederaadsleden. En denk ik dat hier wel wat haast betracht kan worden.
Ja, volgens mij is meneer Bouwmeester het daarmee eens. Ik zie hem tenminste instemmende gebaren maken. Nee, ik hoor de mening van de heer Hoedemaker aan, dus er valt weinig aan toe of af te doen. Hè? Prima. Daarmee A2 afgehandeld. A3, zijn er vragen of opmerkingen over? Die zijn er niet. A4. Ja, de heer Nijenbaling, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden een kleine vraag aan de portefeuillehouder. Misschien is het niet hier helemaal terecht, maar zijn er staan ook aanbevelingen ingenomen en zijn daar ook al vorderingen in gemaakt? Precies. Nou ja, dat zullen we in het volgende verslag in ieder geval beleven. Maar het is in ieder geval zo dat educatie wel hoger op de agenda is komen te staan en dat daar ook invulling aan wordt gegeven op dit moment. Als voorbeeld. Dank u wel. Verder nog? Nee, niet. A5, MKB, ja, de heer Dorgelo, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Nou, toen ik het las, was ik eigenlijk heel erg benieuwd, want miste ik in de informatie, of althans ik beschik niet over de informatie, hoe wij als gemeente Coevorde eigenlijk uit de bus zijn gekomen en hoe het MKB ons waardeert. Dus ik was even benieuwd of de portefeuillehouder daar wat informatie over heeft en zo nee, of dat eventueel beschikbaar gesteld kan worden. De heer Siers. Nou, wat ik weet, en daar kan ik heel kort en bondig in zijn, wij hebben niet meegedaan. En dat had als reden dat wij druk waren ook met de economische visie. En dat wij vonden dat we vanuit daar juist naar een nulmeting toe moesten. Dank u wel. Dat werpt ineens een heel ander licht op de zaak, denk ik. Verder nog over deze brief? Niet. Sorry, mevrouw Visseling, VVD. Ja, inderdaad, dat was eigenlijk onze vraag ook. Waarom hebben we eigenlijk meegedaan? En dan misschien in het licht van de economische visie. Maar het betreft hier MKB Nederland. En ik denk dat het juist heel goed is om alle tips die zij hebben eventueel om de MKB binnen onze gemeente meer gestalte te kunnen geven. Dat je daar als gemeente denk ik alleen maar meer van kunt leren. Dus volgens ons toch wel een beetje gemiste kans, maar... Nou ja, het is gewoon een commerciële instantie die hier vraagt om gegevens en daaraan vervolgens een soort benchmark koppelt. Hoe diepgaand dat is, daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij stellen. Dus ik denk dat we wel iets meer zouden moeten weten over wat dat dan precies inhoudt en wat er precies de opbrengst van is en wat we er precies mee beogen voordat wij ja zeggen tegen een dergelijk rapport. U ziet ook dat het gewoon €475 geloof ik kost voor dat beschikbaar. Hebt. Nou ja, dat kan allemaal, maar het kost ook allemaal veel tijd. We belasten ook onze ondernemers en daar hebben we heel veel een regelmatig beroep op gedaan in de afgelopen tijd. Dus ik denk dat het verstandig is dat we hier niet onmiddellijk aan meedoen. Daarnaast doen we wel altijd mee aan waar staat uw gemeente. Dus dat zijn ook van die, laten we zeggen, meetmomenten. En hier hebben we niet aan meegedaan, maar er zijn veel meer gemeenten die hier niet aan meedoen. Dus we zijn daarin niet de enige. Dank u wel. De toelichting is denk ik duidelijk. De politieke afweging laat ik graag aan u over. Dan komen we aan 6. Ja, meneer Mulder, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vraag is eigenlijk in hoeverre speelt de problematiek van het CBR ook in de gemeente Coevorde? En zo ja, wat is dan de omvang van deze problematiek en heeft dit ook financiële gevolgen? Ik denk dat het ook portefeuillehouder bouwmeester zou kunnen zijn. Ik moet het antwoord hierop schuldig blijven. In ieder geval heeft dat signaal ons nooit bestuurlijk bereikt dat het hier zou spelen. Dus verder achtergrondgegevens weet ik in ieder geval niet vanuit mijn invalshoek. Ik kijk ook even naar de ambtelijke aanwezigen op de tribune. Ook die slaan niet aan op dit onderwerp. Nou, dan is dat het antwoord, vrees ik, voorzitter. Ja, dat denk ik ook. Nee. Meneer Bouwers, nog behoefte op hetzelfde onderwerp? Nee, hetzelfde vraag. Dus voldoende afgehandeld. Ja. Dan hebben we nog 7.
Ja, de heer Stokerpak. Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat over de brief van Elker die een signaal uit het werkveld afgeeft. De vragende wethouder. Herkent de wethouder het signaal dat er mogelijk in het voorliggende veld te lang wordt doorgegaan met het geven van generalistische hulp in plaats van het tijdig opschalen van specialistisch naar specialistische hulp voor wat betreft het gebied Coevorden? De heer Huizing. Ja, dank u voorzitter. Ja, volgens mij is dit wel een heel erg focus op een klein onderdeel van de brief. Maar nee, ik herken dat signaal voor Coevorden in ieder geval niet. Maar dat komt misschien ook omdat wij medewerkers hebben, of veel van onze medewerkers ook juist aan de andere kant gewerkt hebben. En dus een hele goede inschatting kunnen maken en ook weten wanneer die specialistische hulp nodig is. Dank u wel. Anderen nog? Niet. Dan hebben we nog over C1. Wil daar nog iemand? Ja, de heer Dorgelo, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Het gaat om een voorstel die wordt gedaan met name om te kijken hoe je de samenwerking gaat verbeteren. En er wordt ook een voorstel gedaan van een vertegenwoordiging die in die groep gaat plaatsvinden. Alleen wat wij misten was dat er juist een vertegenwoordiging van de raad in ontbrak. En dat zouden wij wel graag zien, dat iemand van de raad in deze werkgroep gaat plaatsvinden om hier aan deel te nemen. Dus dat wouden we in ieder geval onze mening even meegeven. Ja, meneer Bouwmeester. Ja, ik begrijp de wens. Die wordt elders ook wel geuit. En tegelijkertijd gebied de eerlijkheid te zeggen dat de praktijk in Drenthe laat zien dat we eigenlijk alleen maar gemeenschappelijke regelingen kennen waar dagbestuurders in opereren, zoals het statutair dan bepaalt. En dat maakt de figuur om raadsleden hierin te doen deelnemen wel een ingewikkelde. Wat een vorm is die in het VDG-verband wel aan de orde is, want zoals u weet wellicht zit in het VDG-bestuur ook een afvaardiging van de Drentse griffiers. Naast een afvaardiging ook van de Drentse secretaris en vertegenwoordiger van de Drentse gemeente. Of langs die lijn dat belang, want daar hebben we geen discussie over wat mij betreft. Dat getuigt ook natuurlijk eigen werkzaamheden als werkgroep grip op GR op lokaal niveau al van. Dat we wel ons realiseren dat daar een groot belang ook voor de raad ligt. Ja, voldoende zo. Dank u wel. Ja, dank u wel. Verder niemand? Nee. Dan ronden we daarmee het agendapunt ingekomen stukken af. Dan gaan we door met agendapunt 7. Meneer Mulder nog? Oh, u begon alvast te zwaaien. Zover zijn we nog niet. Ik nodig de Rekenkamercommissie uit aan tafel, of tenminste de heren De Boer en Kos als vertegenwoordiger van de Rekenkamercommissie. Volgt er van uw kant nog een korte toelichting of is het alleen het beantwoorden van vragen? Wat u wilt. Een korte toelichting is altijd mooi. Prima. Dus als u die ruimte wil nemen, ja, ga er gaan. Met alle plezier. We hebben onderzoek gedaan, laten doen, naar het beleid van de gemeente op het gebied van toezicht en handhaving. En er zijn een aantal interessante dingen uit naar voren gekomen. En daar wil ik wel even de belangrijkste van noemen. Laten we eerst eens beginnen met wat goed gaat, want zo'n onderzoek richt zich vaak op verbeterpunten. En dan lijkt het net of alles fout gaat, maar dat is natuurlijk niet zo. Wat opviel bij de onderzoekers is dat de gemeente vaak meedenkt met betrokkenen. Voordat de gemeente gaat handhaven, eerst in gesprek komen met de betrokkenen om te kijken niet wat niet kan, maar om te kijken wat wel kan. En dat is toch heel aardig als men dat constateert, zeker in het kader van verbindend bestuur. Dat is het eerste punt. Lief zijn is natuurlijk prima, maar het kan ook niet zo zijn dat het handhavingsbeleid betekent van dat alles goed is. Als er iets wordt geconstateerd dat niet in overeenstemming is en ook niet in overeenstemming gebracht kan worden met bijvoorbeeld de verleende vergunning, dan treedt de gemeente ook, die pakt ook door bij geconstateerde overtredingen. Dat is ook een punt dat uit het onderzoek naar voren kwam. Dat zijn positieve punten. Nu dingen waar nog een verbeterslag mogelijk is.
Allereerst, de gemeente heeft wel erg veel prioriteiten gesteld op het gebied van het handhavingsbeleid. Dat betekent dat met de beperkte capaciteit die uiteraard beschikbaar is, niet al die prioriteiten bediend kunnen worden. En dat leidt er in de praktijk toe dat niet gericht wordt toezicht gehouden en gehandhaafd, maar dat meer het piepsysteem geldt. Dat is niet de bedoeling. Ik denk dus dat het college, de raad, zich zullen moeten matigen in het aantal te stellen prioriteiten. Dat het aantal prioriteiten in overeenstemming, in balans moet worden gebracht met de beschikbare capaciteit. De prioriteiten die gesteld worden leveren jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. En waar we ook voor pleiten is dat dat uitvoeringsprogramma een meetbare doelstelling, een meetbare criteria bevat. Want als je het niet kunt meten, dan is het naderhand een hele vervelende discussie om te kijken of nou de gemeente heeft voldaan aan wat ze zichzelf als doel had gesteld, of dat dat niet het geval is. Monitoring is ook pas mogelijk als je meetbare doelen of criteria gesteld hebt. En als er gemonitord wordt, wat op dit ogenblik niet het geval is, als er gemonitord wordt, dan krijgt het college van BNW en uiteraard ook dan de gemeenteraad veel beter zicht op het terrein van toezicht en handhaving. Een ander punt dat we onder uw aandacht zouden willen brengen is de dossiervorming en de archivering. We hebben in de afgelopen periode u al een brief gestuurd vanuit de Rekenkamercommissie dat we vertraging hadden opgelopen. En de oorzaak daarvan was dat we heel veel moeite hadden om de dossiers compleet te krijgen. Dat is op dit ogenblik nog niet zoals het zou moeten zijn. En een van de adviezen is om daar een verbeteringsslag in te maken. En tenslotte nog een punt. Dat is de afstemming tussen medewerkers die de vergunning verlenen en medewerkers die toezicht en handhaving op die vergunning doen. Tegenwoordig zitten die mensen in één afdeling en de situatie is al verbeterd, maar het zou nog beter kunnen. Zodanig dat als er een vergunning wordt verstrekt en er worden voorwaarden aangesteld, dat men dan ook zeker weet dat die voorwaarden te handhaven zijn. En dat kan alleen maar als beide groepen, de voorwaardenstellers zeg maar eventjes, en de handhavers, als die met elkaar veelvuldig contact hebben, zodat dat veel vloeiender kan verlopen. Nou, dat was misschien een beetje te lang, maar dat was in het kort, mijn kort, het verhaal. Ja, dank u wel. Dan geef ik in eerste instantie gelegenheid om vragen te stellen, inhoudelijke vragen aan de Rekenkamercommissie. Daarna om vragen te stellen richting college, als daar nog behoefte aan is. En dan vervolgens te horen wat u ervan vindt en uw advies voor een verdere behandeling van dit voorstel. Dus eerst vragen richting de Rekenkamercommissie. De heer Heling, CDA. Ja, u zegt er worden te veel prioriteiten gesteld. Er zouden een aantal moeten verdwijnen. Kunt u een voorbeeld geven van wat een prioriteit zou kunnen zijn die verdwijnen kan? Dan zou ik politiek bedrijven, en dat ga ik niet doen. U als raad, bent degene die zou moeten zeggen, ja, het is natuurlijk allemaal belangrijk, maar het een is toch echt belangrijker dan het andere. En daar moeten we ons de komende periode op gaan richten. Dat is echt helemaal aan u. Laat ik het anders stellen. Zijn er prioriteiten? Hebt u prioriteiten gezien waarvan u zegt van, nou, dat zou wel kunnen verdwijnen? Dat is dezelfde vraag in een ander jasje. Mijn antwoord is daar niet anders door. Mevrouw Driehuis, pak.
dankjewel voorzitter. Jullie stellen in je rapport dat de gemeente haar VTH-beleid niet helemaal op orde heeft. Nou, dat komt er inderdaad wel uit naar voren. Maar dan stelt u ook dat voor de RUD bijvoorbeeld geen probleem is. Nou weet ik dat de RUD natuurlijk ook handhaving en dergelijke doet op bepaalde gebieden. Maar de RUD heeft zelf ook wel wat problemen op dat gebied. Beïnvloedt elkaar dat? Dat signaal hebben wij niet gekregen. Dank u wel. Anderen met vragen? Oh, ja, nog een nabeland. Is dat omdat het niet onderzocht is of dat u daar geen antwoord op heeft gehad? Of dat het gewoon... dat is het geen onderwerp van gesprek geweest. Nou, we hebben in ieder geval in het onderzoek waar we bij de RUD hebben betrokken, hebben we gekeken van in hoeverre het beleid versterkend was richting de RUD van de gemeente Koevoorde. En daar hebben we niet het signaal gekregen dat verstorend werkt. Dat is eigenlijk het enige. We hebben niet daarnaast nog een diepgaand onderzoek gedaan van hoe dat precies werkte. Oké, zijn er verder nog vragen richting de Rekenkamercommissie? Die zijn er niet op dit moment. Nou, zal het een heel duidelijk rapport zijn, denk ik. Dank u wel. Dan gaan we door met vragen richting college over dit stuk en dit rapport. Ik zie mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Er wordt in het rapport genoemd dat het als een gemis wordt ervaren dat Koevoorde niet beschikt over een eigen constructeur voor de beoordeling van constructies. Zou dit niet in BOC-verband opgelost kunnen worden? De heer Huizing. Ja, zonder in te gaan of dit nou de oplossing is die we moeten kiezen. Ik denk dat het goed is om, want het probleem wordt terecht gesignaleerd, dat we gewoon moeten gaan kijken hoe we dat op een efficiënte manier kunnen invullen. En volgens mij moet dat ook vooral onderdeel zijn van het beleid dat wij binnen afzienbare tijd, mede ook gebaseerd op de volgens mij zeer goede aanbevelingen vanuit het rapport van de Rekenkamer, dat we aan hun voor zullen liggen. En daar, ik denk dat we daar moeten kijken of we meer op dit soort aspecten kunnen ingaan. Dank u wel. De heer Mulder, BBC. Ja, voorzitter, dank u. Zoals al reeds gesteld, het rapport is duidelijk. En met name archivering en dossiervorming verdienen de nodige aandacht. Dus één klein vraagje, zoals gevraagd in punt 3 van het raadsvoorstel. Kunnen we binnen 3 maanden een gedegen uitvoeringsplan verwachten? Volgens mij gaat u als raad iets vaststellen en wij zullen u niet het signaal nu gaan geven dat door ons niet haalbaar geacht wordt. Dus als u als raad zegt dat gaan we doen, dan gaan wij daar invulling aan geven. Dank u. Anderen nog? De heer Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. 3 korte vragen. Welke handvatten kunt u ons aanbieden om de vinger aan de pols te houden voor het voortgang van de doelstellingen? Er worden indicatoren genoemd in het rapport. Kunt u wat voorbeelden geven van indicatoren? Waar moeten we aan denken? En de omgevingswet. Hoe moeten we denken dat die straks gaat uitwerken op dit hele gebeuren? Komt er dan meer of minder regels bijvoorbeeld? Dus meer of minder handhaving? Bij de omgevingswet, algemeen gesteld, gaat de aandacht nog veel meer van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk een groter beroep op toezicht en handhaving zal worden gedaan, omdat veel meer met algemene regels gewerkt gaat worden. Dus dat zal het in ieder geval het werk van toezichthouders en handhavers niet minder maken, verwacht ik. U had een vraag over de indicatoren. Ja, volgens mij om er nu zo een paar los uit te gaan plukken lijkt me niet heel verstandig. Ik denk dat ik u moet vragen om uw vraag even te parkeren tot de behandeling van het handhavingstuk wat u later krijgt.
En het lijkt mij ook daar het handigste moment om iets te gaan zeggen over hoe kunt u als raad dan een vinger aan de pols houden. Dat kunt u uiteraard al met de vaststelling daarvan en de rapportages die wij daarop doen. Maar hoe dat er specifiek moet van uitzien, ik denk dat we dat het beste daarin ook eventjes kunnen aangeven. En dan kunt u als raad ook beoordelen of u dat een juiste wijze vindt. Dank u wel. Ik zie de heer Heling non-verbale signalen maken dat hij het daarmee eens is. Dan komen we aan de heer Niemeyer, PPC. Dank u, voorzitter. Nou, ik had eigenlijk bij punt 3 hetzelfde als de heer Mulder. Niet het verzoek, maar de vraag, om er een vraag van te maken, maar de heer Heuzing heeft hem al beantwoord. Dank u. Dus u bent op dit moment al tevreden, begrijp ik. En dat is mooi. Zijn er verder nog vragen? Die zijn er niet. Dan hoor ik graag uw advies voor verdere behandeling. Mevrouw Driehuispak. Ja, dank u. Pardon. Ik denk dat er een heel helder en vooral heel kritisch rapport ligt. Ik ben ook blij dat het college onderkent dat het probleem er is en dat er wat aan gedaan moet worden. Ik kijk dan ook met belangstelling uit naar het voorstel wat er moet komen over een maand of drie. En ik hoop dat u dat inderdaad gaat redden in die drie maanden. En dat u daarbij dan inderdaad ook, nou, hij is al eerder genoemd, ook de mogelijke problematiek van de omgevingswet vast aan de kaak stelt. Wat mij betreft is het een hamerstuk. Dank u wel. Anderen? Ja, mevrouw Visseling, VVD. Ja, dank u wel. Ik denk dat het heel goed is geweest dat er een aantal raadsfracties dit op de agenda hebben gezet bij de Rekenkamercommissie. Gebleken is in ieder geval wel dat onze gevoelens of misschien wel feitelijkheden in ieder geval niet op niets gebaseerd zijn. Wij zijn best wel geschrokken over het rapport, zeker wat betreft de dossiervorming en het soms niet na kunnen komen van handhaving en toezicht, omdat de prioriteiten zoveel zijn en de vrouwen- en mankracht dan toch wat achterblijft. In ieder geval heel goed om te lezen dat in ieder geval de eerste stappen zijn gezet en dat er in ieder geval een aantal aanbevelingen uit het onderzoek zijn gekomen waarmee het college ook heeft aangegeven om daar mee aan de slag te gaan. Dank u. Dank u wel. Andere behoeften? Ja, Niemeyer, BBC. Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben ook kennis genomen van het rapport en we kunnen ons daarin vinden. En, we wachten maar af. Binnen de drie maanden staat die, heeft de heer Heuzen niet aangegeven, maar ze gaan ermee bezig. Ik hoop dat er een helder aanbeveling komt. Wij kunnen ons er verder in vinden. Ik ga met mevrouw Driehuis mee. Het mag van ons ook een hamerstuk zijn. Dank u. Dank u wel. Anderen nog behoefte? Niet? Hamerstuk? Oké. Okay. Ja, dan doen we het zo. Hamerstuk, dan ronden we daarmee af. Dank u wel. Dan springen we door in de agenda naar agenda punt 10. En dan geef ik even ruimte om te wisselen. En dan nodig ik de inspreker, de heer Jos Keurtjes, uit om zijn inspraak te doen op dit voorstel. 42.347 euro beschikbaar te stellen. Nou, en verder een heel verhaal. U heeft het allemaal kunnen lezen. De stukken zijn allemaal online beschikbaar voor geïnteresseerde burgers. Bijvoorbeeld op raadkoevorden.nl. Laten we daar ook maar eens wat reclame voor maken. En dan komen we aan de vragen over dit voorstel. Wie? De heer Nijenbaning, BBC. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Om de reeksubsidie van 20 miljoen te mogen ontvangen, zullen alle gemeenten een fiat moeten geven aan dit voorstel. Wat zijn de gevolgen als één of meerdere gemeentes hier niet aan meedoen? Dat is mijn eerste vraag en daarna heb ik nog een tweede. We doen even vraag voor vraag, want ik voorzie wel de nodige vragen op dit voorstel. De heer Swiers, ga er gang. Nou ja, dan kunnen we kiezen, wellicht. Of het wordt naar RATO uitbetaald.
Of we gaan er samen met elkaar ophoesten. Maar hebben niks, dat kan ook. Maar ik heb geen enkel signaal op dit moment dat er andere gemeenten niet meedoen. En die sfeer was er ook niet in de informatiebijeenkomst die we in Hogeveen hebben kunnen bijwonen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Dank u wel. De heer Stokerpak. Ja, voorzitter, dank u wel. Er staat in een stuk dat de gemeenten 2 keer per jaar worden geïnformeerd. Betekent dat dat we steeds worden geïnformeerd in BOC-verband of dat er ook mogelijkheden zijn om gewoon onderling met onze eigen club en de eigen wethouder het te hebben over de regio-deal? Want daar zou ik wel graag een toezegging in willen hebben. En daar heb ik ook een reden voor. Ik vind tot nu toe de bijeenkomsten wel heel erg eenzijdig van een soort van zenden. Waarvan ik denk van ja, weet je, er is gewoon te weinig ruimte om ons eigen koevoerde geluid daarin ook te laten horen. En vandaar deze opmerking en de vraag van, is er ook gelegenheid om het met onze eigen club te doen, af en toe? Ja, voorzitter, het college beantwoordt deze vraag met groot enthousiasme met ja. Want ook daar heeft het college behoefte aan om voortdurend afstemming ook met u te hebben. Omdat we insteken op een regio-deal met allemaal acties en activiteiten die voor de hele regio een gunstig effect zullen hebben, naar wij verwachten. Dus wij willen heel graag contact met u houden en ook van gedachten wisselen over hoe de ingezette activiteiten plaats zullen vinden en hoe die in Coevorden en de regio hun effect zullen bereiken. Dank u wel, duidelijk. Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel, voorzitter. Jullie hebben het over die cofinanciering en kassenritme, wat de provincie gaat opvangen. En het gaat dan steeds over de jaren. Op het ene moment gaat het over 2019 tot en met 2023. En het andere moment gaat het over 20 tot 24. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe dat zit. Het is misschien een beetje een technische vraag. Ik kan hem ook wel op papier zetten hoor, geen probleem. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Jullie vragen nu al in 2019 budget. Terwijl in de regio deal zelf 2020 staat. Het klopt wel dat het kassenritme dat even opgevangen wordt door de provincie in 2019 volgens mij. En dat is de afspraak. Maar uiteindelijk komt dat geld natuurlijk allemaal weer bij elkaar. En als het over 2023 of 2024 gaat, ja, waar ik dat precies, dat moet het antwoord even op schuldig blijven. Maar ik ga ervan uit dat het tot en met 2023 is. Want dat is de termijn van 4 jaar. Volgens mij die vanaf, dan hebben we 20, 21, 22 en 23. En volgens mij gaat het uiteindelijk daarover. Maar we willen niet dat er nu dingen stagneren terwijl we de energie wel hebben. Oké, zullen we afspreken dat als het nog onduidelijk is dat de VVD hem even schriftelijk stelt? En dan wordt hij in ieder geval goed beantwoord. Ja, meneer Dorgelopen, PvdA. Dank u wel, voorzitter. In aanvulling op de heer Stoker van het pak ben ik eigenlijk ook heel benieuwd. Ik wil daar een stapje verder in gaan van wat betekent dat voor ons als gemeente. Kunnen wij als gemeente concreet zeggen van nou, we hebben een bepaald project in gedachten en dat kunnen wij inbrengen in deze regio-deal om ook te zorgen dat van de investeringen die voor ons gevraagd worden, dat daar ook revenuen in de gemeente zelf gaan plaatsvinden. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, voorzitter, dat kan zeker. Wij beseffen ons heel goed dat we nu op een tamelijk hoog abstractieniveau deze regio-deal insteken. Maar dat de concrete landing natuurlijk om hele concrete projecten gaat. Als ik het heb over de brede welvaart, dan betekent dat dus ook dat we in die brede welvaart op verschillende items projecten insteken. Als ik naar het sociaal domein kijk, dan kunt u zich voorstellen als wij bijvoorbeeld een andere soort van hulpverlening aan onze inwoners aan willen bieden. En we dat samen met scholen doen en dat we dat samen met zorgorganisaties doen om ook A, die dienstverlening te verbeteren en om ook de zorgverleners beter in positie te brengen. Als ons dat hier lukt en we maken dat overdraagbaar voor de hele regio, dan heeft de hele regio daar profijt van. Want wij werken samen met regionale zorgaanbieders. Dat zijn verreweg de grootste en vormen de ruggengraat voor de jeugdzorg, vormen de ruggengraat voor ouderenzorg, vormen de ruggengraat voor onze ziekenhuiszorg. Als we dat dus in Coevorden
uitzetten, maken we dat overdraagbaar voor de hele regio. Dat kunnen we doen met middelen van de regio-deal. Dat kunnen we ook de implementatie in de andere gemeentes doen met middelen van de regio-deal. Anders kunnen we dat ook doen, maar in veel mindere mate en met veel minder middelen en met veel minder mogelijkheden. Zo kun je ook je verbeelden hoe we omgaan met experimenten over huisvesting. Daar zullen we waarschijnlijk in 4 jaar alleen maar experimenten kunnen doen om vervolgens de jaren daarna de herstructurering van ons vastgoed ook goed vorm te kunnen geven. Zo kunt u zich voorstellen dat we, als we samen overal projecten uitvoeren, dat die de spin-off in de hele regio hebben. We doen dit niet alleen voor Coevorden. Dit is een regio-deal. Dit is beleid en actie voor de regio, door de gemeentes, om problemen die regionaal een rol spelen, ook lokaal op te kunnen lossen. Ik hoop dat ik een beetje aan uw verbeelding heb tegemoet gekomen. Mag ik iets aanvullen? Ik heb een levendige fantasie en dat lukt zeker, ja. Een aanvulling van Siers, ja, ga de gang. Ja, kijk, want een stukje economie, zo hebben wij dat ook een beetje afgesproken met z'n tweeën, dat was nog niet helemaal beantwoord natuurlijk, maar economie houdt niet op bij de gemeentegrens, hebben we altijd gezegd. We hebben mensen, ook in onze gemeente wonen, die niet in de gemeente Coevorden werken. Dus als het gaat om economie, een baan in de buurt, dan hebben we het ook over de regio. En dat willen we graag behouden. En daar kan deze regio-deal ons enorm in steunen. Door projecten samen op te pakken, en dat mag wat mij betreft in Emmen. Natuurlijk komt er ook wat in Coevorden, want we willen met elkaar de schouders eronder zetten om deze regio-deal tot een succes te maken. En dan heb ik wel eens gezegd, ook al in eerder stadium, ook in verband van Dutch Tech Zone, regionaal denken om lokale doelen te realiseren. En ik hoop ook dat wij dat hier met elkaar beseffen dat het zo werkt, als het in ieder geval gaat om economie. En natuurlijk hebben onze inwoners daar dan profijt van. Maar ik hoop ook dat andere gemeenten die in die regio-deal meedoen, dat die ook beseffen, en ik roep ze ook op om dat wel te doen, om te denken in regio's en als het om economie gaat, zeker. En niet alleen maar what's in it for me als gemeente Coevorden. Want het gaat om onze inwoners en die werken niet alleen in de gemeente Coevorden. Dank u wel. Alleen op hetzelfde onderwerp in de doorgeloop. Ja, het gaat om hetzelfde onderwerp. Kijk, ik begrijp heel goed. Kijk, we investeren een euro en we krijgen er 4 voor terug. Prachtig. Maar het zou wel mooi zijn als daar, volgens mij, je investeert 1 euro, 10 miljoen en er komt 40 voor terug, dacht ik in totaal. Maar het zou wel mooi zijn als er in ieder geval wel een deel van in Coevorden terechtkomt. Maar zeker zie ik dat als stimulans voor de regio die aan het belang zien wij uiteraard. Dank u. Dank u wel. Ik kijk even naar de PPC of daar nog vragen zijn. Ja, meneer Bouwers, ga uw gang. Ja, het is een mooi voorstel en het dat is mooi werken. 10 hebben, 40 krijgen. Ja, dat is goed. Toch vraag ik mij af, wat is nou precies de positie van de provincie hierin? De provincie heeft zo onze bestuurstijl van verbindend besturen overgenomen. Die heeft deze 6 gemeentes, inclusief een gemeente dus in Overijssel, heeft samen weten te binden om die aanvraag ook te kunnen doen. Die heeft dat hele proces gefaciliteerd, heeft dat hele proces ook belangrijk gevonden dat het juist in Zuidoost-Drenthe en samen met Hardenberg plaats zal vinden. Dus de provincie heeft initiatief genomen, heeft samen met ons initiatief genomen, maar heeft ook het hele proces met elkaar verbonden en gefaciliteerd. Daar danken wij ze zeer voor. Dank u wel. Ik kijk even naar de CDA of daar nog behoefte is. Ja, voorzitter, en financieel natuurlijk ook. Hè? Ja. Als u ziet dat de provincie die draagt 10 miljoen bij, en dat is geen kleinigheid. Nee, dank u wel. Mevrouw Katerberg, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is blij met niet opnieuw een greep uit de algemene reserve. Toch zouden wij liever zien dat er een nieuwe bestemmingsreserve gevormd wordt ten behoeve van de regio-deal. We zitten nog in de vragen onder. Ja, dat komt goed. Ik ben als laatste, dus dan heb ik dat in. De andere 3 bestemmingsreserves kunnen dan teruggebracht worden met de genoemde bedragen. Op die manier blijft de situatie voor ons als raad duidelijker en overzichtelijker en kan per reserve goed en eenduidig verantwoord worden. We willen graag voorkomen dat de potjes door elkaar heen gaan lopen. Is het mogelijk om deze nieuwe bestemmingsreserve te vormen?
Nou, ik zou haast willen beginnen met, daar gaat u zelf over, hè, want over de reserves. Maar we hebben wel een bewuste keuze gemaakt om het zo te doen. En waarom hebben we dat gedaan? Met het, nou ja, zeg maar, het nou ja, ontnemen, het onttrekken uit reserves, van bijvoorbeeld de Stijksel, maar ook vanuit herstructurering, zullen ook een aantal doelen overgaan naar de regio. En Dutch Tech Zone als programma wordt ingevlogen in de pijler werk. Nou, dan kun je beter het geld laten volgen en niet opnieuw nog eens weer een bestemmingsreserve daarvoor gaan maken. Want ja, waar moet die dan voor dienen? Immers het programma zit in de regio-deal. Als het gaat om wonen, hebben we gezegd, ja, we moeten verpaupering tegengaan. Dat is een van de elementen waarom we die herstructureringsreserve opgewerkt hebben. Bij die herstructureringsreserve hadden wij nog geen concrete nou ja, zeg maar, regels bedacht. Geen uitvoeringsregels bedacht. Dus het is ons nog vrij, denk ik, en dat is ook ons voorstel aan u, om een deel uit die reserve te nemen. Er blijft ook een deel in die reserve, maar als de verpaupering voor een deel via de regio-deal, via experimenten opgelost wordt, ja, dan hebben wij daar ook in de toekomst best baat bij. Dat is onze redenatie geweest. Als het gaat om het stuk welzijn, ja, dan gaat het ook over innovaties. Daar hebben we een subsidie voor. Een deel van die innovaties, die kunnen we nu regionaal maken, kunnen we projecten voordoen waar we in kunnen bijdragen, enerzijds, en anderzijds zelf kunnen uitvoeren, maar ook daar de regio in meenemen. En hebben we zelf profijt van, maar heeft de regio er profijt van. Dus we hebben die reserves staan, die bestemmingsreserves, maar dit is de achterliggende gedachte waarom wij niet hebben gekozen voor nog een keer een nieuwe reserve. Dank u wel. Uitgebreide toelichting. De heer Nijwaling, BBC. Ja, ik ga nog even door op de vraag van mevrouw Katerberg. Ook even over die reserves van de drie lokale doelen. Mijn aanvullende vraag is, ontstaan er hierdoor geen knelpunten op die drie doelen? Ja, het is inderdaad een vervolg op die vraag. Nou, wij denken van niet. Wij denken dat we het zo kunnen doen dat we een aantal doelen toch regionaal kunnen oplossen of kunnen invullen via een regionale aanpak. En ik denk dat we daar allemaal baat bij hebben. Dus ik verwacht geen omissies. Als die er wel zijn, nou, we hebben regelmatig contact. Het gaat ook over Koevoorn. Collega wethouder Brink heeft net toegezegd dat we het daar met elkaar steeds over kunnen hebben, ook in Koevoorns verband. Laten we ervoor zorgen dat we dat dan goed in de gaten houden. En uit de rapportages die wij opleveren en met u delen, dat we daar dan goed over spreken om te zien of de doelen die we hier in Koevoorn zelf gesteld hebben ook gehaald worden. Dank u. Voorzitter, mag ik nou even aanvullen? Want als we de reserve voor het sociaal domein, die is bedoeld voor innovatie en vernieuwing, we besteden daar nu het bedrag van, maar dan krijgen we dus drie keer dat bedrag bij. Dus wij kunnen meer innoveren met hetzelfde geld. Dus voor ons is dit geen discussie. Dit is voor ons een geweldige kans om te doen. Oké. Ik kijk even richting D66. Daar nog behoefte aan vragen stellen? Niet. Pak nog. Ja, wel. Stoker. Ja. Nog even naar aanleiding van die bestemmingsreserve Dutch Tech Zone. Door hem nu in te vliegen, want we gaan hem deels invliegen vanuit de Dutch Tech Zone. En dat heeft er dus niet mee te maken, tenminste, dat was wel een beetje mijn angst. Of de vraag die ik eigenlijk van het weekend had, van goh, hebben we dan te veel geld gereserveerd voor de Dutch Tech Zone of er wordt te weinig gevraagd. Maar ik begrijp nu toch goed dat u zegt van nou, we vliegen dat deel in omdat we denken dat we in de regio, omdat die, we krijgen er meer geld voor terug, gewoon meer voor die regio kunnen doen. Dat is correct, maar we hebben in 2017-18 wel geld overgehouden en we hebben ook met elkaar afgesproken dat doorgeschoven mocht worden in beginsel. Nou, dat betekent dat geld nu, en dat heeft ook wel met de opstart destijds van de Dutch Tech Zone te maken, daar hebben we het wel eens over gehad, en dat nu wel loopt, maar dat daar nog gelden beschikbaar zijn. En die wennen we op deze manier denk ik keurig aan en helemaal eens met collega Brink, dat levert ons ook nog eens 3 euro extra op. Ja, mevrouw Sieben, VVD. Nog even over de Dutch Tech Zone. In die stukken staat hè, dat die regio hier aansluit.
op de actielijnen die uitgezet zijn met die Dutch Tech Zone. En er komt nu een stukje uit de reserve. Maar heeft die Dutch Tech Zone nog een aanvullende waarde nu naast die regio deal? Ja, dat is precies de waarde. Want in de Dutch Tech Zone zitten onze stakeholders. Werken wij samen met onderwijs en met de ondernemers. En ik denk dat dat programma, als je dat niet meer zou hebben, dan mis je op dat punt ook gelijk je stakeholders en je onderwijs, waar je al heel veel in geïnvesteerd hebt in die relatie. Dus en dat geldt eigenlijk ook op andere gebieden. Het kwam net even voorbij dat het misschien nog op een wat hoog abstractieniveau is. Het is ook een hele bewuste keus geweest, voor ons althans, en daar hebben we ook moeite voor moeten doen om dat even zo te houden, omdat het Rijk snel wil, hele concrete projecten, maar op het moment dat we dat doen, dan verliezen wij de aansluiting met onze stakeholders. En juist in de uitvoering van de projecten die straks heel concreet worden, moeten we dat samen doen met die stakeholders. En dat zijn de zorgpartijen, dat zijn de woningcorporaties, dat zijn de ondernemers en andere maatschappelijke organisaties om invulling te kunnen geven aan deze regio-deal in de vorm van brede welvaartverbetering. Oké, verder nog vragen aan deze kant? Die zijn er niet hier nog. Ja, mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt voor de dagelijkse aansturing en uitvoering gewerkt met projectteams, een regio-team, een kernteam en een stuurgroep. Hoeveel van de totale kosten zal uitgegeven worden aan de overheid? Graag in procenten. 4%. Dank u. Dan komen we de antwoord. Verder nog vragen? Niet? Zijn we uitgevraagd? Nou, dat is mooi. Dan hoor ik graag wat u ervan vindt en eventueel wat u van elkaars mening vindt. Dat mag ook nog en ook nog advies voor verdere behandeling. Dus wie wil? Mevrouw Sieben, wil u als eerst, VVD? Ja, dank u wel. Wij vinden het is een prachtig plan, hè? Alles zit erin. Werken, wonen, welzijn. Eigenlijk waarvoor we hier allemaal bij elkaar zitten, hè? Om het beter te maken voor iedereen. En vooral hier in Coevorden. Nou, dat is wat die regio-deal belooft. En gaat doen, dus volgens mij zijn we klaar. Toch? Ja. Ik stel voor dat we de weef aanvangen. Ja, zoiets. Dus het enige waar wij als VVD heel erg benieuwd naar zijn, zijn echt die concrete plannen. Het is nu natuurlijk nog een verhaal. En wij zijn heel benieuwd naar wat daar uitkomt. En ik ben ook benieuwd wat de andere gemeenten gaan beslissen. Dus eigenlijk zou ik het nog wel als bespreekpunt naar de raadsvergadering willen brengen. Maar dat is meer om ook te kijken hoe de andere fracties in de andere gemeenten hier tegenover staan. Ja, dat kan. Dank u wel, de heer Dorgelo, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Nou, om te beginnen, ik denk dat het een prachtig mooi plan is wat er ligt. Wij zijn dan ook heel positief hierin. En het is ook goed te horen dat je lokaal je wensen daarin kan aangeven. Zoals de pijlerszorg. Ik denk dat het, nou ja, binnen onze gemeente zien we wat ontwikkelingen op gebied van, ik denk maar even hardop, op gebied van onderwijs. Hoe mooi zou het zijn om bijvoorbeeld in Coevorden ook bijvoorbeeld mbo-onderwijs te gaan realiseren, waarmee je de verbinding met zorg kunt realiseren. Kijk, dat zijn denkbeelden waarvan wij toejuichen toe zouden juichen als die terug zouden komen in de plannen. Wel van belang is dat de besluitvorming op een zorgvuldige wijze gaat plaatsvinden. Nou ja, daar wordt in de governance goed aandacht aan besteed. Maar ik denk dat het wel erg belangrijk is om dat goed te monitoren. Maar kortom, ik denk een heel goed plan. Dank u wel, PPC, de heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is, ja, wat ik net eigenlijk ook al aangaf, het is een mooi stuk. Ja, het levert veel geld op en het levert veel werk op. Dus dat is mooi voor elkaar. Ondanks dat alles willen wij toch dit graag in de raad bespreken, ook gezien er moet breed gedragen worden, niet alleen de Coevorden, maar ook nog door andere gemeentes. En misschien dat die nog maar iets komen wat wij niet hebben gezien. Dus wat dat betreft houden we PPC het tot aan de raad.
Dank u wel. Helder advies. Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen ook graag benadrukken dat we het heel positief vinden dat deze samenwerking is ontstaan in onze hele regio, aangevuld met Hardenberg en de provincie Overijssel. Dus, en ook dat uit 88 plannen die zijn ingediend, er 12 zijn gehonoreerd, waaronder deze regiodeel is echt iets om trots op te zijn voor onze regio. Dus, maar om dezelfde reden als die VVD en PPC aangeven, willen wij het ook graag als bespreekpunt naar de Raad. Dank u wel. De heer Nijenbanning, BBC. Ja goed, nu het toch een bespreking wordt, maar willen we toch nog wel even wat vertellen erover. Van met de gestelde doelen wonen en werken. Op de hoofdlijnen van de regiodeel zie de BBC hier wel een aantal van onze eigen speerpunten gerealiseerd worden. En dat vinden wij toch wel belangrijk. Zoals wonen moet kwaliteit uitstralen en betaalbaar zijn. En werk in de buurt. En zo hebben we nog wel meer punten. Nu hebben we de Dustech zo. En met deze regiodeel ernaast wordt het allemaal wel complex om in te zien. Wat het werkelijk effect is. Dus het is uiteindelijk wel een controlerende taak voor de Raad om dat in de gaten te houden. En daar laat ik het eerst even bij. Ja, dank u wel. D66, Goedemaker. Ja, voorzitter, ik zit hier al de hele avond te jubelen op mijn stoel. Want er klinkt weinig mooier dan dit. Vooralsnog is het een beetje hoog over en lijkt het wat op een loterij. Maar het is wel een loterij zonder nieten. Als je wordt maar een kwart van je eigen geld geïnvesteerd in Coevorden, dan heb je nog niks verloren. Wij gaan niet over andere gemeenten, dus wat mij betreft hoeft het niet beslist in de Raad besproken te worden, maar aangezien de meerderheid dat hier de wil vindt, prima. Dank u wel. De heer Stoker, Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Hij viel vanavond weer lokaal betalen, regionale doelen behalen. Nou, volgens mij was dat ook een beetje de openingszin van gedeputeerde Jumelet. Toen dacht ik bij mezelf, nou moet je gaan uitkijken, want hij citeerde daar Jan Swiers mee. En er zaten een aantal andere gemeentes op de krukken, zag ik maar eventjes waarvan ik denk van, nou, die financiële positie van jullie ziet er echt iets anders uit dan van ons. Tegelijkertijd, het is inderdaad hoog over. Ik kan me inderdaad voorstellen dat je op het tal van terreinen, zoals ze genoemd zijn, elkaar ook nodig hebt om tot resultaten te komen. Nou, die concrete resultaten en die concrete plannen, daar moeten wij nog getuigen van worden. Maar het feit dat, dat we in gezamenlijkheid met zo'n grote brede samenstelling in ieder geval samen willen werken, samen willen optrekken om het voor de regio Zuidoost-Drenthe inclusief Noord-Overijssel-Hardenberg beter te maken. Nou, daar zijn we op zich heel tevreden over. En wensen alle partijen daarbij ook heel veel succes. Nou, hij komt nog weer terug als bespreekpunt. Misschien komt er dan nog weer een bijdrage van ons bij. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ik denk dat we samenvattend kunnen stellen dat we eigenlijk brede instemming hebben over dit voorstel. Dat we even afwachten wat andere raden ervan vinden en dan nog een keer onze lofzang over dit voorstel inderdaad zullen doen. Het college heeft nog het laatste woord. Nou ja, allereerst denk ik dat, dat wij natuurlijk het heel plezierig vinden dat het in ieder geval nog weer doorgaat als een bespreekstuk. Want dan kunnen we het nog een keer bespreken, dit prachtige plan. Dus dat is helemaal prima. En ik snap ook de overwegingen uiteraard die daarvoor aangevoerd worden. Hoogover is een paar keer genoemd. Ik heb geprobeerd om dat iets te duiden dat dat ook vooral komt door het tempo wat ons opgelegd werd in eerste instantie. En dat is ook zo uitgelegd volgens mij in Hogeveen bij de informatiebijeenkomst. Dat het daardoor komt. Maar ook omdat wij vinden, ook als gemeentelijke overheden, dat onze stakeholders aangesloten moeten worden bij de concrete projecten. En, dus we zouden eigenlijk ook nu even niet anders willen dan dat het hoog over is. En ik vind het toch in ieder geval heel plezierig dat u als raad het vertrouwen laat blijken dat u daar binnen de kaders die u zelf daar ook aan stelt, hè, dus dat regionale vooral, maar ook het controleerbare, dat u daar vertrouwen in heeft. En dat u dat vertrouwen ook meegeeft aan het college. Dank u wel. Bedenk ook nog behoefte.
Ja, voorzitter, ik heb nog wel even een behoefte. Gemeenteraad, commissie, hartelijk dank voor uw brede steun voor dit plan. Daarmee geeft u aan dat u een geweldig vertrouwen hebt in de potentie van dit gebied, voor het enthousiasme en de werklust die in dit gebied dit plan tot een goed einde zal brengen. En daarmee geeft u volgens mij, en dat is mijn eigen vrije interpretatie, de overige raden en de staten ook een geweldige aanmoediging om dit plan ook breed te ondersteunen, zodat ze een voorbeeld hebben aan de gemeenteraad van Coevorden. Dank u wel. Dan sluiten we hem daarmee af. En dan gaan we door naar agenda punt 11. En dat betreft, ik weet niet of er nog gewisseld moet worden. Nee, ik zie geen aanstalten. Het betreft de wijziging gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen en Drenthe. Zijn er vragen over dit voorstel? De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Gaat uw gang. Heer Podium. Nou, laat ik even vooropstellen dat wij als Kronenberggroep redelijk verontwaardigd waren om via de media te moeten vernemen dat dit raadsvoorstel er in deze hoedanigheid ligt. Daarom hebben wij gisteren vanuit onze omgevingsrechtadvocaat ook een brief gestuurd aan de raad, waarin wordt opgeroepen om dit raadsvoorstel te verwerpen. Ik weet niet of u dit allemaal hebt gelezen, deze brief. In ieder geval, waar het ons om gaat, is dat het raadsvoorstel wordt verworpen voor zover het ingaat op het grotendeel van het Ganzenhof, ons eigendom, dat volgens dit raadsvoorstel buiten het kernwinkelgebied komt te liggen. Ik wil er even een kleine toelichting op geven. Als we kijken hoe de functie van Ganzenhof binnen het kernwinkelgebied is van Coevorden, dan valt op dat het een belangrijk bronpunt voor parkeren is. Ook huisvest zit nog steeds meerdere grote winkelbedrijven, HEMA, Hans Anders, Zeeman, maar ook de enige moderne supermarkt in het centrum van de stad, de Albert Heijn. Het belang voor het behoud van die cruciale publiekstrekkers wordt onderstreept in de toekomstvisie 2017 en ook in het rapport van DTMP over de positionering van de centrumstraten. En het wegstrepen van deze winkels staat ons inziens dan ook haaks op die toekomstvisie en het stuk van DTMP. Want hierin wordt juist het belang van Ganzenhof als belangrijk bronpunt met supermarkt en parkeerdek benaderd. En onze vraag is dan ook hoe men ten aanzien van het voorgaande naar dit raadsvoorstel kijkt. Met het raadsvoorstel wordt namelijk gevraagd om in te stemmen met de verkleining van het kernwinkelgebied door een deel van Ganzenhof naar buiten te laten vallen. Het achterste gedeelte zoals het staat omschreven. En wij vragen ons eigenlijk af waar dit voorstel op gebaseerd is, aangezien de voornoemde rapporten geen advies geven over de ligging van het kernwinkelgebied. Laat staan dat geadviseerd wordt om een groot deel van het Ganzenhof buiten het kernwinkelgebied te laten vallen. En nou, zoals ik juist al aangaf, komt dit raadsvoorstel voor ons als een verstrekte verrassing. Ikzelf en ook collega's van mij zijn namelijk er zijn meerdere gesprekken gevoerd met onder andere de gemeente, Centrum Management, maar ook DTMP. En daarin is eigenlijk nooit een dergelijke positionering van het winkelcentrum op deze wijze voorgesteld of besproken. Eigenlijk is in die gesprekken en ook in de rapporten eigenlijk gewoon ons inziens duidelijk aangegeven dat Ganzenhof onderdeel is en blijft van het kernwinkelgebied van Coevorden. Nou goed, de afgelopen tijd is er door ons, de gemeente en ook centrummanagement behoorlijk geïnvesteerd om de iets wat bekoelde relatie, laten we het zo noemen, tussen partijen te verbeteren. Meermaals is er ook positief overleg geweest, dat is ook intern bij ons zo opgepakt. En daarom betreuren wij het dat er eigenlijk voor ons uit het niets ineens een dergelijk raadsvoorstel ligt. En willen wij u verzoeken om, nogmaals, zover het gaat om het wegstrepen van een deel van Ganzenhof uit het kernwinkelgebied, om dat voorstel naar de prullenbak te verwijzen. Dank u wel. We kijken of er vragen zijn vanuit de commissie richting inspreken. Die zijn er wel. De heer Nijenbanning, BBC. Ja, dank u wel. Wij hebben even wat navraag gedaan naar aanleiding van uw brief. Ja. En we hebben vernomen dat u toch wel bij verschillende uitnodigingen, bijeenkomsten bent uitgenodigd. Klopt. En ook zelf aanwezig bent geweest. Klopt. Hoe kunt u dan zo verrast zijn?
Nou, volgens mij hebben wij in 2017 een brief geschreven ook waarin werd aangegeven van joh, er was een plaatje in een van de rapporten van DTMP waarin een pijl stond over de positionering van de straat. Hè. Nou goed, daar hebben we toen een brief over geschreven zonder dat we daar überhaupt trouwens reactie op hebben gekregen, maar dat terzijde. Dit is ook met de heer Droog van DTMP zo besproken, met de centrummanager Michel de Gier, en daar werd toen duidelijk tegen ons gezegd van nou, het moet niet op deze manier gelezen worden dat waar het pijltje ophoudt, dat dat ook het einde is van het kernwinkelgebied. Dat is ons meermaals aangegeven en ook in gesprekken in december hebben we hierover nog een gesprek gehad met een van uw collega's. Ik kan me daarna niet meer herinneren. Maar toen is het nogmaals beaamd dat dat niet het geval was. Nog een vraag. Maar begrijpt u dat wij als raad besluiten toch niet om de bestemming van het ganshof te veranderen? Nee, het is niet de bestemming, maar door het met het raadvoorstel akkoord te gaan, ligt er wel een mogelijkheid in de toekomst als grondslag om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen. Kunnen we aangeven waar dat geschreven stond? Nou, dat staat nergens geschreven. Maar goed, het is geen hard beleidsstuk, dat weten wij ook. Het is geen juridisch stuk, daar zijn we ons van bewust. Maar het zijn wel handvatten naar de toekomst toe om dit soort dingen als kans aan te grijpen. En wij vinden gewoon, zo staan we er ook in als eigenaar, dat wij ons vastgoed gewoon moeten verdedigen. Meneer Suur, CDA. Ja, dank u wel. Uw beantwoording net op een vraag leidt bij mij ook weer tot een vraag. U zegt, ja, we hebben een brief gestuurd, we hebben er nooit reactie op. En vervolgens zegt u, we hebben hem wel besproken. Nou, we hebben een brief gestuurd aan de gemeente, volgens mij aan de heer Zwier zelfs, ergens in 2017. De brief is per aangetekende post verstuurd. We hebben daar vanuit die zijde nooit een reactie op gekregen. En vervolgens hebben wij deze brief nog een keer met de heer Droog besproken en ook met de heer De Gier. Dus dat zijn de enige antwoorden die wij van die partijen hebben ontvangen. Maar vanuit de gemeente is daar nooit een formele reactie op gekomen aan ons. En dan laat u dat ook zo. Dan gaat u daar niet navragen van hé, ik heb nog geen antwoord gehad. Komt er ook nog een antwoord? Nou goed, de advocaten zijn daar volgens mij altijd heel goed. Nou, maar goed, deze brief kwam niet vanuit onze advocaat. Deze brief kwam vanuit onszelf. Oké. Okay. Nou. Maar ook dan niet naar. Nou goed, ik bedoel, laten we vooropstellen, als wij een brief ontvangen bij ons op kantoor, dan wordt er altijd een formele reactie op geformuleerd. Ja. Ja, dus dat verwacht je ook van anderen? Nou. Mag ik mijn oorspronkelijke vraag ook erachteraan? Nee, ik had de indruk dat hij klaar was. Nee, maar ga u gaan. Nee, ik had nog. Hebt u zelf het rapport van 2011-2017 gelezen? De toekomstcentrum Koevoorde van DTMP? Ja, samen met de heer Kamphuis, onze advocaat. Ja, want daar lees ik heel duidelijk in. Ganzenhof en Friese Straat vormden het zwaartepunt van de winkelfunctie. Ja, maar als we... Mijn vraag is of u nu dan tevreden bent over hoe de Ganzenhof nu wordt gebruikt, eruit ziet. Nou, laat ik vooropstellen dat hoe het eruit ziet is geen twijfel over mogelijk. Als ik door de rest van de winkelstraat loop en ik zie hoe het vastgoed erbij staat, dan denk ik dat wij er nog altijd voor zorgen dat het altijd netjes gemaskeerd is, ondanks dat er leegstand is. Ik kan tal van andere panden in het centrum aanwijzen waar dit in ieder geval voor lange tijd niet geweest is. Dus over de wijze waarop wij met leegstand omgaan en hoe wij het erbij laten staan. Schoon, heel en veilig, dat is altijd bij ons de insteek. Ik denk dat we daar ondanks de leegstand wel in geslaagd zijn. U stuurt natuurlijk een brief, dus we hebben het over de Ganzenhof. Ja, nee, het is En wat doet u zelf om die winkels nu vol te krijgen? Wat hebt u vooral gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Om de Ganzenhof wel weer een kernfunctie te geven, zeg maar. Maar ik wil graag even mijn vraag afmaken. Ja? Om die Ganzenhof wel weer een kernfunctie te geven, zoals het vroeger ook was, zoals ook in het advies staat wat u onderschrijft. Nou luister, er is geen twijfel over mogelijk dat, hè, ik bedoel, het is geen wetenschap om te zien dat het winkelslandschap verandert. Dat zien we hier in de winkelstraat ook. Hè, steden als Koevoorde hebben het gewoon lastiger, merken we in onze portefeuille ook. Dus we hebben in een paar jaar tijd hebben we meerdere makelaarskantoren gevraagd om te kijken naar Ganzenhof, om te kijken naar nieuwe kandidaten, maar... Ja, goed, zoals het in de rest van Koevoorde ook is, om van buitenaf nog nieuwe aanwas aan te trekken, is gewoon lastig. Dat is gewoon een feit.
Maar is dan die conclusie zo verkeerd om te zeggen van we gaan ons heroriënteren, je hebt een kernwinkelgebied, je hebt daarbuiten misschien gebieden waar ook winkels zitten. Maar goed, ik heb ook lijntjes gezien op een tekening die ook nog keurig om de Ganzenhof heen lopen, in ieder geval ook één kant benaderen. Ik heb winkelwagentjes gezien op een tekening die ook keurig de ingang van de Ganzenhof aangeven naar een winkelfunctie daarachter. Nou, met een boodschappenwagentje doe je boodschappen. Nou, wat ons gewoon tegen de borst aansluit is gewoon het feit dat er in één keer min of meer gezegd wordt van joh, dit is het kern- en winkelgebied, dat is de Friese straat. Wij snappen ook best wel dat je je focus op een bepaalde straat hebt, daar hebben we ook alle begrip toe. Maar om dan vervolgens te zeggen, want zo staat het wel in het raadsvoorstel, ik heb het even niet helemaal 100%, maar dat het in de toekomst mogelijk is om in drietouw, dus de Bentheimerstraat, Sallensestraat en ook Ganzenhof wordt er expliciet in genoemd, om daar dan winkelmeters weg te bestemmen. Dan kom ik toch even weer terug op wat ik breek even in, wat ik net gevraagd had. Een bestemmingsplan, heb ik ook gezegd, van wij gaan toch het bestemmingsplan van de Ganzenhof niet veranderen. Dus ik snap uw opmerking niet. Maar u zult toch begrijpen als wij via de media ook nog nota bene moeten vernemen dat dit in een raadsvoorstel besloten kan gaan worden, dat wij dat niet zomaar over ons heen kunnen laten gaan. Was het dan niet beter geweest om eerst met het college contact op te nemen? Nou, ik denk dat het een redelijk kort dag was. En gezien het feit dat we de vorige keer ook nul op ons request op ons schrijven hebben gehad, leek dit ons voor nu de beste strategie. Volgens mij hebt u uw punt gemaakt en hebben ook de raadsleden die vragen stellen punten wat zij in gedachten hebben allebei helder gemaakt. Ik kijk even verder of er nog verdere vragen richting de inspreker zijn. Ja, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Meneer Geurtjes, u zegt net van ja, we hebben gesprekken gehad, hè, en we zijn hier al heel lang bezig om het centrum wat compacter te maken in dat kernwinkelgebied. Maar waar zijn die gesprekken dan wel over gegaan? Nou, laten we vooropstellen, het waren positieve gesprekken, want dat gaf ik net ook al aan natuurlijk in mijn betoog. In het verleden hebben we behoorlijk wat discussies gehad, ook mede over het EDS-plein, waar genoeg over gezegd en geschreven is. Maar dat heeft wellicht de relatie enigszins bekoeld. Dus sinds een paar maanden of sinds een jaar, laten we zeggen, zijn er weer gesprekken op gang gekomen, ook met centrummanagement en ook via DTMP. En daarin hebben we ook aangegeven hoe wij Ganzenhof zien als onderdeel van het kernwinkelgebied. En dat is gewoon als winkelcentrum. En dat blijven jullie ook zien als winkelcentrum? Er is niet gesproken over andere invulling of alternatieven? Is dat aan de orde geweest? Nou, er is wel een vraag van, zien jullie alternatieven? Maar als we dan de vraag weer leggen van wat voor alternatieven zouden het dan moeten zijn? Kijk, voor ons zijn best wel wat zaken bespreekbaar. Maar op een gegeven moment komt er één keer een voorbeeld van ja, kun je het niet als parkeergebied gaan gebruiken? Nou, als we iets niet doen, dan is het kapitaalvernietiging. Helder, denk ik. Anderen nog met vragen? Die zijn er niet. Dan mag u gedurende de behandeling van het punt aanschuiven aan tafel en ook nog straks, als het uitbehandeld is, een afsluitende reactie geven als u daar behoefte aan hebt. Ook dat zit er nog net in Koevoel. Dan gaan we door met de behandeling van het voorstel en dat luidt in te stemmen met de lijn van het advies positionering centrumstraten met uitzondering van de auto, zullen we maar even samenvatten, de auto in de winkelstraten. De bedoeling is dat we eerst vragen gaan stellen over dit voorstel en onderliggende stukken. En daarna hoor ik uw advies en wat u ervan vindt. Meneer Suur wil graag als eerst. CDA, gaat uw gang. Ja, dank u wel. Het sluit mooi aan op wat inspreker net naar voren bracht. De vraag aan de portefeuillehouder. Wat betekent dit voorstel concreet voor de verschillende partijen, eigenaren en huurders, als wij dit accorderen? En dan doel ik natuurlijk op de mogelijke financiële risico's voor de gemeente vanwege eventuele claims van partijen die hier misschien wel nadeel van ondervinden. En dan even vanuit de situatie gesproken dat het niet wordt ondersteund, maar dat het schrappen van vierkante meters is wat ik net hoorde. Nou ja, laat ik toch even beginnen bij het proces wat we hebben doorlopen. Dat is eigenlijk aangevangen nadat we de centrumvisie in 2017 hebben vastgesteld.
Toen is er in paragraaf 4.5 van het document is er opgenomen hoe wij het project positionering en centrumstraten zouden gaan oppakken. En daarbij komt nadrukkelijk naar voren dat alle vastgoedeigenaren zullen worden uitgenodigd en bevraagd over hun ideeën en over hoe zij kijken naar de toekomst van winkelen in de plaats Coevorden. En dat hebben we ook precies zo uitgevoerd. Die opdracht is ook aan DTMP verstrekt. Nu is het niet zo dat wij dat als gemeente alleen hebben gedaan, maar we zijn nog steeds samen met het centrummanagement opdrachtgever van alles wat we met het centrum op dit moment aan het doen zijn. En dat betekent dat er ook heel zorgvuldig is gekeken naar met wie moeten we dan allemaal in gesprek. Als het gaat om wat hebben we dan nu voor liggen, ja, dan hebben we een document voor liggen waarin wij met elkaar besluiten om een kernwinkelgebied aan te wijzen waarin, waarin wij faciliteren als het gaat om een aantal subsidieregelingen die u ook bekend zijn en die ook al in het vorige rapport min of meer genoemd werden en die ook in het tussentijdse rapportage als een keer en in een informatiebijeenkomst op tafel zijn gelegd. En dat betekent dat ook de hele Friese straat, waar eerst nog eens verwezen werd naar pijltjes, waar wij ook van gezegd hebben, die pijltjes, dat zijn richtingen, maar de definitieve voorstel komt pas als wij een nadere uitwerking hebben van het project positionering Centrumstraten. En dat ligt nu voor. Met alle subsidieregelingen daaraan gekoppeld uiteraard. En ook in de hele Friese straat, ook aan de kant van de Ganshof, zijn daar mogelijkheden toe. We besluiten niet om bestemmingen te veranderen. Dat is ook helemaal geen sinds de bedoeling van deze gemeente om bestemmingen te gaan veranderen. Dat doen wij wel wellicht als daarom verzocht wordt. Maar dat gaat dan in overleg. We hebben daar ook bewust voor gekozen, omdat we ook ondernemers de ruimte willen bieden om over plannen na te denken. En eventueel samen met ons te kijken naar alternatieve mogelijkheden. En dan daar heel gericht en op maat de bestemmingen op te gaan wijzigen. Dat is wat nu voor ligt, wat mij betreft. En zo kijken wij ook naar de wereld in Coevorden. Dank u wel. Misschien is het goed om nog even te vermelden dat de brief van AIM-advocaten, al genoemd, weliswaar op IBABS is geplaatst, maar dat dit stuk natuurlijk geen collegestuk is en dat dat natuurlijk nog via de normale weg van ingekomen stuk aan de Raad voorzien van, een afhandelingsadvies van het college naar u toekomt. Dus laten we die brief ook zo behandelen. Meneer Suur, u had nog een vervolgvraag. Ja, ik concludeer, en corrigeer me als ik het verkeerd concludeer, dat dit voorstel natuurlijk, het betekent concreet, zou natuurlijk iets concreets kunnen betekenen voor de partijen, maar wij lopen als gemeente geen financieel risico vanwege eventuele claims van partijen, omdat waar het om zulke soort zaken gaat, er overleg plaatsvindt. Ja, dat klopt wat mij betreft, want we zijn vanaf de eerste helft 2018... eigenlijk vanaf januari 2018 in gesprek geweest per straat met alle vastgoedeigenaren. En daar hoort ook onder andere de Ganshof bij. We zijn daar zelfs nog voor naar Schiphol geweest. Ik niet, maar wel een collega van mij. Dat hebben we echt wel aandacht aan besteed. We hebben heel veel contactmomenten gehad met alle vastgoedeigenaren. En daarin is nadrukkelijk aangegeven wat de mogelijkheden waren. Ook voor de Ganshof. Dank u wel. Andere vragen? Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Ik vraag me wel af, hè, als dit als we instemmen, want we hoeven alleen maar in te stemmen, we hoeven niks vast te stellen of iets. En dat kernwinkelgebied wordt zo vastgesteld. Wat heeft het dan voor gevolgen voor de Ganshof? Want er staat zo'n wolkje om alleen de winkels aan de kant van de Friese straat. Maar wat heeft het dan voor gevolgen voor de rest? Nou, eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Alleen dat wij hadden nooit een subsidieregeling in het verleden. Dat is gekomen door de centrumvisie. Daar gebaseerd op een retailagenda. En het,
Nou ja, het convenant wat wij met de provincie hebben gesloten, daarvoor hebben wij zelf ook als gemeente geld bijgelegd, hebben wij subsidieregelingen in het leven geroepen. En eigenlijk is het er alleen maar beter op geworden, want als gemeente hebben wij meer dan een derde gedaan, hebben subsidieregelingen ingesteld om te zorgen dat ook aan de Friese Straat en ook dus aan de kant van de Friese Straat bij de Ganzenhof subsidiemogelijkheden zijn om de gevels te verbeteren. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar beter is geworden. Dank u wel. De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde u net in antwoord op andere vragen zeggen dat u veelvuldig gecommuniceerd heeft met vastgoedeigenaren. Maar we hebben toch wel wat signalen gekregen ook uit de omgeving dat zij dit uit de krant hebben moeten lezen, dit voorstel. Hoe gaat uw communicatie in het vervolg? U heeft een communicatieplan geschreven, maar gaat u ook actief communiceren naar deze vastgoedeigenaren en ondernemers? Want er komt natuurlijk niet goed over dat zij het uit de krant moeten lezen. Nou, we hebben daar hele duidelijke afspraken over. We hebben namelijk een stuurgroep. En in de stuurgroep zit ook het centrummanagement als vertegenwoordiging. En voordat wij daar als college een besluit op namen en voordat het naar uw raad is gestuurd, heeft het centrummanagement haar leden en ook haar achterban geraadpleegd of dit stuk de toets der kritiek kon doorstaan. U heeft ook een memo van het centrummanagement bijgevoegd gekregen. En daarin staat volgens mij heel nadrukkelijk dat zij die raadpleging hebben gedaan en dat ze akkoord zijn met het stuk wat er ligt. Oké, de heer Nijenbanding, BBC. Ja, het sluit eigenlijk een klein beetje aan bij wat de heer Suur ook al had. Maar wij hebben nog wel een vraag aan de portefeuillehouder. En dat is, kunnen de ondernemers en de vastgoedeigenaren met de gegevens die zijn verstrekt hiermee uit de voeten voor het onderzoek? Ja, kijk, dat denk ik wel, want er ligt nog niks vast. We hebben alleen gezegd, en er is een kernwinkelgebied aangewezen. We willen met elkaar, volgens mij, dat het winkelgebied compacter wordt. We hebben ook benoemd dat het kernpunt eigenlijk de markt is en dat we vanuit de markt gaan redeneren. Vandaar hebben wij ook het kernwinkelgebied benaderd, ook op advies van DTNP. Dat hebben we natuurlijk zwaar in meegewogen. En het onderzoek blijkt ook, en ook de ondernemers die in het centrummanagement vertegenwoordigd zijn, en dat is ook de CHV, die wordt vertegenwoordigd in het centrummanagement. Ja, daarin hebben wij geen wanklank gehoord in dat opzicht. En natuurlijk moeten we met elkaar gaan kijken hoe ondernemers zo weinig mogelijk schade berokkend wordt en ook vastgoedeigenaren zo weinig mogelijk schade ondervinden van de veranderingen in dit gebied. Daar is ons alles aan gelegen. We hebben geen belang bij schade voor mensen. Maar ja, het is wel zo dat we iets met elkaar moeten doen om die stad compacter te krijgen en om die stad weer toonbaar te maken. En daarvoor hebben wij ook die toekomstvisie afgesproken en een aantal zware projecten. Hoedemaker, D66. Dank u, voorzitter. In het stuk positionering Centrumstraten Koevoorde geeft u aan dat de Ganzenhof een bronpunt is voor supermarkten en parkeren. Nou, we hebben het al gehad over de pijltjes die alle kanten opgaan, de winkelwagentjes die daarin getekend zijn. Moeten wij vaststellen dat de vrees van de heer Geurtjes ongegrond is? Nou, ik weet niet of u over vrees of iets dergelijks moet spreken. Volgens mij hebben wij de subsidies bedoeld om met name te zorgen dat die compactheid terugkeert. Dat we historische accenten in het centrum terug willen brengen. Daar hoort de Friese straat natuurlijk nadrukkelijk bij. Een belangrijke straat waar ook de Ganzenhof aangelegen is. Dus ja, laten we naar de mogelijkheden kijken en niet naar de vrees die er is. Stoker, pak. Voorzitter, dank u wel. Even een vraag nog naar aanleiding van de bevoorrading. Biedt dit plan nu ook voldoende ruimte om na te denken over alternatieve bevoorrading van de winkels? Maar ik zie, als ik kan kijken, dan denk ik meteen weer aan een grote vrachtwagen die van noord naar zuid of van zuid naar noord gaat. Terwijl ik denk van dit is juist misschien wel de uitgelegen kans
om de bevoorrading van het winkelcentrum ook anders te gaan organiseren. Waarbij we wellicht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol zouden kunnen geven. Zit hier ruimte er nog in om daarover met elkaar in gesprek te gaan? Nou ja, als je iets verandert, dan zul je sowieso naar de verkeerssituatie moeten kijken. En dat zullen we verder op onderzoek moeten doen. De plannen bieden nog voldoende ruimte volgens mij om daarnaar te kijken. Dat laatste, om daar mensen voor in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt, ja, daar hebben wij nu nog niet over nagedacht. Dat gaat me net even wat te gedetailleerd. Maar het is goed dat u dat noemt. Dank u wel. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat wel nog even over de bestemmingen van de panden. Ik heb van de week door nog een paar mensen gesproken en die vrees is er toch nog wel dat de bestemmingen gewijzigd kunnen worden. Zonder dat ze er nog wat over te vertellen hebben. Maar goed, die vrees heeft u weggenomen. Maar ik zou u toch nog willen vragen om dat ook met de stuurgroep nog eens te overleggen. En dat het duidelijk is. Want dat geeft toch nog wel wat ruis op de lijn. Dat is de stuurgroep volstrekt helder. Dat durf ik bij deze wel te zeggen. De stuurgroep wel, maar ook ondernemers. En als wij wat extra inspanning moeten doen naar ondernemers. Niet iedereen komt altijd bij de bijeenkomsten. Dat is natuurlijk een vrije uitnodiging. En we kunnen niet iedereen persoonlijk daarin gaan benaderen. Om dat nog eens op deze wijze in ieder geval te benoemen. Maar als er mensen zijn die vragen hebben. Het is ook hun vastgoed en ik vind ook dat wel degelijk er ook een actie van de kant van de vastgoedeigenaren mag worden verwacht, ook richting ons. Als gemeente, wij hebben nadrukkelijk met elkaar besproken, samen met het centrummanagement, dat de bestemmingen ongemoeid worden gelaten. Niet anders dan dat daar zelf om gevraagd wordt op dit moment. De heer Suur, CDA. Ja, dank u wel. Er is inderdaad het stuk bijgevoegd akkoord stuurgroep advies DTNP en daar zit één deel in de conclusies wat toch vragen oproept. Misschien kunt u daar iets over zeggen, hoewel het natuurlijk het advies is van centrummanagement. Daar staat, daarmee kunnen wij concluderen dat wij het advies van DTNP, en dan komt die, ondanks twijfel over de impact, en dan volgt serieus willen nemen. Wat is die ondanks twijfel over de impact? Volgens mij slaat die impact op de auto's die terugkeren in de straat. Die hebben dus, het centrummanagement heeft dus twijfel over de impact van auto's terug in de straat. Ja, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. Ik heb nog één vraag en dat is wat mij niet helemaal duidelijk is. Wat doen we nu eigenlijk? Want we stemmen alleen maar in met een advies. Wat is onze rol? Als we nou niet instemmen, wat gebeurt er dan? Als we niet instemmen, dan hebben we geen kernwinkelgebied benoemd. Dat kernwinkelgebied geeft ons als gemeente een handvat in waar wij gaan investeren. En waar wij ook de subsidies kunnen verstrekken. Ik denk dat het kaartje daarin misschien wat duidelijkheid geeft. Maar ik denk dat het wel nodig is om met elkaar te benoemen waar wij in deze stad de accenten willen leggen als het gaat om winkelen. En dat, daar willen wij graag commitment op, zodat wij daarna door kunnen met de uitvoering van de plannen. En er zitten 6 projecten in de toekomstvisie. Een aantal daarvan zullen nu verder opgestart kunnen worden. Ja, maar goed, ik begrijp, hè, we willen allemaal het centrum mooier maken en beter maken en wat compacter maken. We hebben een toekomstvisie vastgesteld, maar instemmen is toch niks? Ja, het is gewoon een besluit, ja. U besluit. Waarom staat er dan geen vaststellen? Waarom staat er dan instemmen met de lijn van het advies? Waar stemmen we dan mee in? Met het advies, lijkt mij. Ja, want dat is wat waar wij de opdracht voor gegeven hebben aan DTNP. Dus daar stemt u mee. En wij hebben daar één deel uitgehaald. En dat is het deel van de auto's terug in de straat. Daar adviseren wij u om nog niet mee in te stemmen. Daar willen wij nog nader onderzoek op doen. Dus wij gaan wat mij betreft door op de lijn die geschetst wordt in het advies van DTNP. En wat komt hier dan hierna nog uit?
naar aanleiding van dit advies, wat wordt dan het vervolg? Wat worden de volgende stappen? De volgende stappen die zullen zijn dat wij nog meer concreet actie moeten ondernemen om te kijken wat de vastgoedeigenaren willen met de panden. En hoe wij uiteindelijk de straat willen inrichten en welke middelen daar straks bij gaan horen. Want de toekomstvisie die eindigt qua middelen zouden wij eigenlijk eind augustus of begin augustus een einde moeten breien aan dit project. Nou, dat gaat ons niet helemaal lukken, maar daar hebben we wel wat uitstel voor. Maar ook daarna zijn we nog niet klaar. Dus dit geeft richting aan het vervolg. En dan zullen wij ook nog een keer bij deze raad terugkomen om middelen te vragen, goed onderbouwd, om dit verder in te gaan vullen. Maar er moet natuurlijk wel iets gebeuren aan die straten. Mag ik nog een vraag stellen? Nou, nog één korter dan. Maar u heeft financieel overzicht bijgevoegd. Hè? Dat zijn een aantal pagina's uit een ander document. En daar staat die 4,5 miljoen in genoemd. Maar is dat dan ook nu op? Of gaat dat mee? Nou, het is nog niet helemaal op, gelukkig. Want we zijn nog niet in augustus. En we zullen het in augustus ook nog niet helemaal op hebben. Maar we hebben ook met elkaar besloten dat we dat geld ook nog wat kunnen verschuiven tussen de categorieën, tussen de projecten eventueel. En als het nodig is, dan zullen we een verzoek indienen om dat geld mee te mogen nemen. Maar dat verzoek dat zal dan ook richting provincie moeten. Maar daar ga ik vooralsnog even niet van uit, want we hebben ook nog wel een aantal uitgaven te doen. Dank u wel. Eerst Niemeyer, dan Zuur, dan Mulder. De heer Niemeyer. Dank u, voorzitter. Nou, het verkeer is al een paar keer genoemd, maar het wordt hier buiten gehouden. Maar mijn vraag is eigenlijk, kunnen we in de toekomst nog een keer een nieuw verkeerscirculatieplan toezien of ontvangen? Want er moeten nog wat gesprekken gaan gebeuren, als ik dat zo allemaal begrijp. Dus het verkeer afwikkelen zit nog in de pijplijn en komt dat nog een keer naar ons toe? Dat zal ongetwijfeld nog een keer naar u toe komen. Ik kan u nu nog niet zeggen wanneer. We zijn immers nog bezig met het project Markt en Haven. En daar zal ook nog van alles moeten gebeuren. Dus dat we naar de verkeersbewegingen gaan kijken, naar parkeerbalans gaan kijken, ja, dat staat eigenlijk wel vast. Maar wanneer, dat kan ik u op dit moment nog niet toezeggen. De heer Zuur, CDA. Ik bewaar hem even voor de eerste termijn straks. Dank u wel. Mulder, PvdA. Jij noemde het het stad compacter maken en vriendelijker. Vanuit kansen het spreken zou ik ook daaraan toe willen voegen. Toegankelijker maken, ook voor minder validen. Want daar is nogal wat in te verbeteren. En die kans zou ik graag willen toevoegen. Er wordt instemmend geknikt achter de collegetafel. Anderen met vragen nog? Ik heb de indruk dat we erdoor zijn. Ja, nou, dan geef ik het stuk in bespreking. Ik hoor graag uw eerste mening en advies voor verdere behandeling. Wie biedt? De Stoker, pak. Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie heeft al eerder te kennen gegeven dat we de wijze waarop het proces rond het centrum met verschillende partijen wordt vormgegeven ondersteunen. De inbreng van eigenaren, winkeliers en bevolking krijgen daarbij ook een plek. Daar zijn we zelf ook verschillende keren getuigen van geweest. Vanuit het idee om het samen te doen en de binnenstad van Coevorden ook echt te verbeteren. Het compacter maken van het winkelgebied, aantrekkelijker maken van het centrum van Coevorden als verblijfgebied, dat vraagt nog wel enkele stappen. En wij denken door akkoord te gaan met, dus in te stemmen met wat er voor ligt, dat we daar in ieder geval een belangrijke stap in gaan zetten. Daarbij is het verkeer, het autoverkeer, wordt er nu uitgehaald, maar ik kan u alvast vertellen dat het, wat het pak betreft, behoort het terugkeer van auto's in het centrum van Coevorden daar gewoon niet bij. En wat ons betreft staat hier zelfs ook haaks op een van de uitgangspunten, namelijk om tot een optimaal fietsklimaat te komen. Wat ons betreft, ja, een hamerstuk dan, hè? Dank u wel. Zullen we het rijtje af? Ik weet niet wie behoefte heeft bij D66, de heer Hoedemaker. Ja, ik dacht even van wat moet ik hier nou vinden. Ik vind het voorstel vreselijk mooi, maar ik schrok enorm van de inbreng van de Kronenberg Groep.
En dacht even van vastgoedeigenaren en die ondernemers, hebben die allemaal wel de mogelijkheid gehad om zich voldoende betrokken te voldoende betrokken te zijn. Ik krijg nu de indruk dat de vrees, want zo noem ik het toch even, van de heer Geurtjes ongegrond is. In zoverre de bestemming van uw object zal niet gewijzigd worden. U krijgt alleen geen subsidie om de achterkant mooier te maken dan die is. Althans, zo heb ik dat begrepen van de wethouder en hij knikt instemmend. Ook voor wat betreft D66 is de terugkeer van de auto nou niet beslist een prioriteit, integendeel zelfs. En ik meen wat dat betreft dat de ondernemers van de Bentheimerstraat ook geen behoefte aan hebben, dat ze dat wel eens aangegeven hebben. Wij kunnen enorm instemmen met de plannen zoals ze hier voorliggen. Het raadsvoorstel. Dank u wel. De heer Nijbanning, BBC. Ja, dank u wel. De BBC ziet een goed plan van aanpak om de juiste keuzes te gaan maken aangaande de positionering van de centrumstraten, met name de Bentheimer en de Friesestraat. Wij stemmen dan ook in met een nog uit te voeren verkeersonderzoek en een verdiepend onderzoek met ondernemers en omwonenden en zien de resultaten dan met belangstelling tegemoet en we kunnen ermee instemmen. Dank u wel, Zuur, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt eigenlijk de uitvoering van de eerste stap van het uitvoeringsprogramma, even richting de VVD. December 2017 hebben we daarover beslist. Dit is stap 1, positionering en aanpak centrumstraten. Er volgen nog 5 stappen, waarbij de vierde stap toekomstgerichte bestemmingsplannen is. Dus dat krijgen we ongetwijfeld nog ergens in de toekomst. Maar we hebben gehoord dat daar een constructief en goed communicatief traject over volgt. Wij begrijpen wel de zorg die uitgesproken wordt en die hier en daar ook via collega raadsleden wordt geuit. Dat zou ik denk ik ook hebben als ik zoiets voor zou hebben liggen wat ook mijn pand of mijn onderneming zou betreffen. Maar als je het goed leest, en daarom ben ik blij met de verdieping die we gehad hebben in deze commissie, en ook dank aan de inspreker om dat nog eens even weer helder voor het voetlicht te krijgen, is die vrees begrijpelijk, maar niet terecht, omdat de wethouder nadrukkelijk zegt dat pas in een vervolg en in overleg en op verzoek gaat plaatsvinden, wat ik me ook heel goed kan voorstellen als onderdeel van dat je bijvoorbeeld gaat verkassen naar het kernwinkelgebied. Het zet het andere gebied dus niet op slot voor wat betreft de winkels. Wegsnijden, schrappen, dat zijn ook geen woorden die ik de wethouder heb horen noemen of ergens in de stukken heb zien staan. Het biedt juist mogelijkheden om ook tot het kernwinkelgebied te gaan behoren met hopelijk ook betere klandizie. Nou, ik denk dat hoe de Ganzenhof er nu voor staat, dat helaas een soort van bewijs is. En dan heb ik het niet over de staat van onderhoud, daar ben ik niet deskundig in. Maar als ik er doorloop, dan word ik niet vrolijk. Als ik naar de leegstand kijk, word ik ook niet in de winkelstraat. En daarom doen we dit natuurlijk ook allemaal. Wij zijn blij als CDA met het doortrekken, over de pijlen gesproken, van de Friese straat tot en met het station, om de verbinding te krijgen met de EDS-plein. We hebben daar eerder ook nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Geen besluit nemen we nu over het autoverkeer. Dus daar laat ik mij ook niet over uit. Dat hoeft ook niet. Mag wel. Ja, mag wel. Ja, natuurlijk. Zeker. Maar als we dat zouden doen, dan zouden we hier heel lang zitten. Wij kunnen ons vinden in dit voorstel. En wij wensen het college veel succes en de ondernemers, vastgoedeigenaren en huurders met dat constructieve overleg om te komen tot een mooie koe worden, een mooie kern. En ook daaromheen mooi. Want daar zijn de subsidiemogelijkheden ook nadrukkelijk voor. Dank u wel. Dank u wel. De heer Niemeyer, PPC. Oh, sorry, de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. De stukken die voorliggen, die zijn duidelijk. De vragen zijn beantwoord en die geven ook duidelijkheid. En in ieder geval ook duidelijkheid naar de ondernemers toe en naar de vastgoedeigenaren. En betreffende het autoverkeer.
Nou, wat PwC betreft mag het oude verkeer wel uit Koevoorden blijven, althans in de, uit het centrum. Hè. Verder wel hoor, maar in ieder geval dat lijkt een goede zaak. In ieder geval in de Bentheimerstraat, daar zouden wij voor pleiten, ook in de toekomst, om die auto vrij te houden. En dan, ja, ik zou zeggen, veel wijsheid en sterkte ermee. Ik denk even, we gaan Amsterdam voorbij, maar het valt mee. De heer Mulder, PvdA. Ja, ik hoor overal dat wij ons realiseren dat het noodzakelijk is dat er iets gaat gebeuren. Nou, dat lezen wij terug in dit stuk en daar kunnen wij ook mee instemmen. Wij zien nog wel een aantal punten in de uitwerking van hoe ga je dat nou precies doen. Ik hoorde meneer Zuur net al zeggen over de verbinding tussen de Friesestraat en het station. Ja, hoe zorg je ervoor dat die historische kenmerken daar ook terugkomen? Of hoe kun je daar vorm aan geven, zodat dat ook echt een verbinding wordt? Ja, dat zijn van die vragen. Maar die zie ik graag in de uitwerking. Dus daar wil ik u ook succes mee wensen. Dank u wel. Dank u wel. VVD, mevrouw Sieben. Dank u wel. Bijna alles is al gezegd. Wij, als je wij, dan nog eens wat nieuws hebt bij heel kort, ik heb niks nieuws, helaas. Had ik dat maar, hè, die konijnen. Wij zijn natuurlijk ook voor dat centrum mooier te maken. En wij hebben daar, ik heb daar echt nog wel wat twijfels bij. Het is net ook al een paar keer genoemd. Hoe gaat die uitwerking eruit zien? Hoe gaan we dat invullen? Het verkeer is nog niet geregeld. Daar moet nog naar de onderzoek naar komen. He, wij staan daar iets anders in en als de ondernemers behoefte aan hebben dat die auto's wel voor een deel terugkomen in dat centrum, he, dan zullen wij daar ook in meegaan. Verder wil ik meneer Geurtjes nog zeggen dat echt op tape staat dat er geen bestemming wordt gewijzigd. Dus ik zou het kopiëren en opslaan, heeft de wethouder toegezegd. Ik had er graag een bespreekpunt van gemaakt, maar ik ben de laatste en iedereen vindt het een hamerstuk. Dus... U kunt altijd nog een korte stemverklaring afleggen, ja. In de raad. Nou ja, goed. Moet ik dat nu al aangeven of moeten we nog even over nadenken? Dat is goed. Dankjewel. U krijgt de kans nog wel, meneer de wethouder. Ik hoor brede instemming voor het plan. Ik hoor dat de VVD nog even nadenkt over een eventuele korte stemverklaring. Maar het zal geen bezwaar zijn bij het vaststellen van de agenda in de raad. Onze voorzitter zit er immers bij. Dan geef ik eerst de inspreker nog even gelegenheid om te reageren op deze beraadslagingen, als daar behoefte aan is. Nou, ik wil u alle hartelijk danken voor de duidelijke uitleg. En nou goed, we gaan er met z'n allen dan het mooiste van maken. Dank u wel. En dan heeft het college het laatste woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u ook, de heer Geurtjes. Kijk, ik denk dat we hebben volgens mij nog een afspraak staan. Ja, niet ik, maar collega's, ambtelijke collega's, op 27 mei. En die stond al gepland om met elkaar van gedachten te wisselen over eventuele alternatieven, eventuele invulling. Het feit dat daar een supermarkt zit, daar zijn wij erg blij mee. En dat willen we ook graag zo houden. Zo staat het ook gewoon in het advies. Dus wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen dat ik vertrouwen voel van de raad om hiermee verder te gaan. Ik niet alleen, maar ik werk daarin op een hele plezierige manier samen met Domesta, maar ook met het centrummanagement hier aanwezig. En dat gaan wij op een hele fijne manier voortzetten, hoop ik. Dank u wel. Dank u wel. Dan ronden we daarmee dit agendapunt af. En dan springen wij terug in de agenda naar agenda punt 8. Ik geef even ruimte om te wisselen waar nodig. En, eerste vraag is, publiek vervoer is in 2018 begonnen. Nu is een voorstel om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen, die het onder andere mogelijk maakt dat het OV-bureau ook gaat deelnemen. Mijn vraag is, waarom zij na een jaar al wijzigen, hadden zij dit vanaf het begin niet kunnen doen? Kunt u dat toelichten?
Vanaf het begin is de intentie er al geweest, voorzitter, dat het OV-bureau zou deelnemen. Omdat wij hebben gezegd publiek vervoer en openbaar vervoer waar het OV-bureau over gaat, dat die kunnen elkaar perfect aanvullen. Alleen nu is gebleken dat er inderdaad een aanpassing nodig is in de gemeenschappelijke regeling om die toetreding ook daadwerkelijk mogelijk te gaan maken. Die belemmering die was op voorhand was die niet voorzien. Die is wel duidelijk aan het licht gekomen. En volgens mij is het nu dan ook goed om ervoor te zorgen dat, zoals al de bedoeling was, het OV-bureau ook gewoon kan deelnemen. Dank u. Voor beantwoording heb ik nog een andere vraag. Dit gaat puur over de gemeenschappelijke regeling. Maar mijn vraag, kunt u ook iets zeggen of in een volgende bijeenkomst of een aparte toelichting over de prestaties van publiek vervoer, zeker hier in de gemeente Koevoorde. Daar zou ik in vast meer leden over geïnformeerd willen worden. Als die behoefte er is, dan lijkt me dat een heel goed idee. En dan denk ik dat het nog beter is dat ik dat niet ga doen, maar dat we het publiek vervoer zelf vragen om daar wat meer inzage in te geven. Oké, misschien goed als andere commissieleden daar ook nog even op reageren straks. Verder nog vragen over dit voorstel? Die zie ik niet. Mensen die behoefte hebben om wat over het voorstel te zeggen of om te reageren op de opmerking van de heer Mulder. Ja, mevrouw Driehuispak. Inderdaad, gaat hij weer. Inderdaad, geen opmerkingen over het stuk. Maar ik kan me wel aansluiten bij de heer Mulder om daar wat dieper op in te gaan uiteindelijk. Dank u wel. Anderen? Nou, tevens wil ik me aansluiten bij naamgenoot Mulder voor het voorstel. Dank u wel. Anderen nog? Niets. Hamerstuk met die opmerking, lijkt me. Akkoord? Ja, dan doen we het zo. Dan komen we aan 12. Agenda punt 12 betreft het bestemmingsplan Klooster 33-33a. Er wordt voorgesteld in de stemming met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de bijbehorende zienswijzennota. Bestemmingsplan Klooster 33-33a Zwelo met een heel lang nummer ongewijzig vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Vragen over dit voorstel? Eén vraag. Mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel, voorzitter. Dat is voor mij eigenlijk meer een soort verduidelijking. Er wordt in het plan gesproken van nou ja, die dubbele bewoning gaat eraf. Of die dubbele. Vervolgens ontstaat daardoor de mogelijkheid tot planschade. Die planschade zal dan vergoed worden in natura. Begrijp ik dan goed dat dat is dan om zeg maar, de maatvoering af te stemmen op het huidige bestemmingsplan buitengebied, zodat er in feite, mocht er nieuw worden gebouwd, meer iets van 50 vierkante meter meer kan worden bebouwd dan wat er nu zeg maar vast ligt in de huidige vergunning? Dat laatste, voorzitter, is de plus die geboden wordt. En dat is eigenlijk een, nou, zie het als een ongevraagd extraatje, maar dat is gewoon zoals we daar nu mee omgaan. En wat het herstel in natura, of de uitbetaling in natura, zoals die ook in de, ik meen dat de uitspraak van de rechter was al naar voren is gekomen, dat is eigenlijk gewoon het herstel van de situatie zoals die was voor het terugbrengen van het aantal woningen van 2-1. En dat, dat gebeurt hiermee. Dank u wel. Andere vragen nog? Helemaal niet. Behoefte om te spreken over dit voorstel? Ook niet een hamerstuk, concludeer ik. Ronden we hem daarmee af. Dan gaan we door naar 13. Ik hoop dat de gegevens op de website kloppen. Ik weet niet of het nagezien is. Vragen over dit voorstel? En niet opmerkingen of wensen om te spreken over het voorstel, ook niet. Dan concluderen we daarbij ook een hamerstuk. Dan hebben we nog te doen vaststellingverslag commissie van 2 april. Zijn daar opmerkingen over? Die zijn er niet.
Nou, dan zijn we daarmee aan het eind van deze vergadering. Dank u voor uw inbreng en wens ik u allen een wel thuis.